Yo, we zijn live. Nou, ik ben Jaloe Langerij. T-Mobile heeft mij uitgedaagd om een kitesurf-sessie te livestreamen. Ik kite al ondertussen al 13 jaar en toen ik begon met kitesurf heb ik altijd gefreesteld. Ja, en toen dacht ik, ik ga golfrijden, wat natuurlijk super vet is. Nou, ik zit even naar de voorspellingen te kijken en het ziet er echt super goed uit. Rond de 13 tot 22 knopen en gedurende de dag gaat de wind alleen maar toenemen, wat goed is. De wind komt uit een oostelijke richting, wat betekent dat we niet hier op zee kunnen varen, omdat je dan richting Engeland gaat. Dus we gaan richting het binnenwater en Edam gaat het worden. Ik ga even op de fiets richting het strand om daar mijn kitespullen te halen. En dan zijn we om 3:30 zijn we live. Hopelijk zie ik jullie dan weer. Later. We zijn nu net aangekomen in Edam. Nou, het is super chill weer. Het waait goed. Ik heb een 9 meter op het tuig, dus het moet perfect zijn. Ja, het was echt super leuk om te meerkatten tijdens het kiten. Het was echt een hele nieuwe ervaring voor mij, echt heel tof. Ik merkte dat de reacties dat mensen tof vonden als het echt het beeld op mij gericht was. Dus dat ze echt konden zien wat voor een expressies ik allemaal had. En ik was natuurlijk aan een stuk door aan het lullen, dus volgens mij vonden ze het wel grappig. En dan keerde ik ook weer het beeld om en dan hadden ze een beetje de view van wat ik eigenlijk zag. Wil je dit allemaal volgen? Doe dit dan op de Facebook T-Mobile site of op hashtag T-Mobile 4G. Later!